Hallo beste mensen en welkom. Ik ben Simon van den Borg, coach van de Wrecking Weavile en ik breng jullie vandaag hier een kleine teambuilding video tegen Squirtle Squad. Voor wie niet weet, Squirtle Squad, de coach daarvan is Stijn Jacobs, aka de Ice Gym Leader binnen Poképlay. Ikzelf ben een Fairy Gym Leader, dus we kennen elkaar wel een beetje ondertussen. En wat ik eigenlijk wil zeggen, we gaan vechten deze week tegen elkaar. Dit is ondertussen week 3 van de DBC, de Dutch Battle Competition. En wat belangrijk is om te weten, is dat ik eigenlijk Stijn zijn team heb gedraft. Want Stijn kon niet aanwezig zijn op de draft zelf en ze waren daar nogal behoorlijk streng over en van alles. Maar dat is allemaal in de past en hij heeft een lijstje gegeven aan Pokémon dat hij wou hebben, maar ik heb het een beetje aangepast. Ik heb hem gewoon full-out stall gegeven. Dus hiervoor wil ik mij goed voorbereiden en ik wil daarmee met jullie delen mijn gedachtegang. En wat jullie vinden wil ik eigenlijk ook wel heel graag weten. Want het is toch belangrijk voor mij. Oké. Dus allereerst, het team van de Squirtle Squad. Heel divers, goed gekozen Simon. Haha. Dus voor zijn tier 1 en tier 2 picks had hij Skarmory en Latias gekozen. Stond op zijn lijst. En toen begonnen, toen zei ik al van, ik kan hier wel mee weg. Want bij de derde keer, bij tier 2, moest hij een van de laatste pikken. En ik heb dan Toxapex genomen voor hem en Blissey. Gewoon omdat deze goed in zijn team zouden werken. En ik had zo wel iets van, oké, Electric, hij kan defensive, physical, special defensive wall heeft hij. Dus dat is al goed. Nu gaan we daarop verder. En dan zei ik ook dat Ductrio vrij was. En voor een van de redenen zit Ductrio, zat deze in tier 3. Wat ik heel vreemd vond, want hij was zelfs bijna ubersgenoemd. En als iemand zo'n stalteam kan nemen, dan is de rest van de, hoe kan ik het zeggen, competition gesjareld. Maar dus, ik heb hem Ductrio gegeven, ik heb hem ook een Moonkus gegeven. Dan Zoroark, omdat het zijn favoriet is. Seismitoad en Quagsire en Shedinja. Dan hadden we nog twee free picks. En voor deze twee free picks had ik liefst eigenlijk Togekiss gehad. Ik ben de naam kwijt. Ah, Mega Sableye. Maar deze heb ik niet kunnen hebben, dus heb ik twee andere heel offensive mons genomen. Om toch iets wat momenten te kunnen geven met Circuitry voor Volt Switch en dan Choice Pack Steam Eruption van een Volcanion is ook heel gevaarlijk. Jullie zien ook op het scherm dat links van onder dat de Z-Captain Volcanion is. Dus dat betekent dat hij de enige is die een Z-Move mag gebruiken. Dus hij heeft Hazards met Skarmory, met Spikes en Steltrox. Hij heeft Hazards met Toxapex met Toxic Spikes. Steltrox met Seismitoad. En zelfs Steltrox met Blissey. Hij heeft twee defoggers, Skarmory en Latias. Dus geen Rapid Spinner, wat ook heel spijtig is voor hem. Maar je doet ermee wat je wilt. Nu, ik wil door deze team geraken. En het leek eerst heel moeilijk en ik denk dat ik de optimale keuze heb gemaakt. Want door toch een beetje offensive te gaan. Nu, dit is mijn team. Zoals misschien sommigen nog van jullie weten, ik heb Landorus als eerste gekozen. Mew als tweede, Zygarde, Entei, Mimikyu, Tangrowth, bladibladibla. Dus dit is mijn team en ik wou eigenlijk proberen, want jullie zien vooral, ik heb wel een paar Pokémon's die ook kunnen wallen, zoals Tangrowth en Alolomola. Maar vooral offensive, heel veel physical offensive Pokémon's. En dus heb ik zoiets van, ik ga daar gewoon meer gebruik van maken en ik ga daar gewoon verder op ingaan. Dus allereerst wat ik zeker wil doen, is mijn winconditie vinden. En voor wie dat niet weet, een winconditie is eigenlijk een manier van een zekerheid proberen zoeken hoe dat je kunt winnen tegen zijn team. En ik heb daarvoor Crawdaunt gekozen. Waarom Crawdaunt? Omdat deze krijgt adaptability. Dat zorgt ervoor dat zijn same attack bonus, zijn stab moves, dus zoals, want Crawdaunt is Water Dark, dus Water Dark moves 2 maal zo effectief zijn in plaats van 1.5 zoals normale stab moves. Wat heel goed is voor Crawdaunt, deze heeft ook een hele hoge attack stat en met de adaptability is dat zalig. Deze krijgt ook Sword Dance, wat heel handig gaat zijn tegen ook de defensive Pokémon zoals Toxapex en bijvoorbeeld Skarmory die mij problemen kunnen
geven. Dus Source Science daarvoor. Ik heb ook Priority Access Aquajet om eventueel snel een circuitry neer te halen. Oftewel zelfs een Latias die toch heel wat verzwakt is. En tegen Stijn zijn team heb ik weinig tot geen speed nodig. Wacht, ik zal even teruggaan. Zoals jullie zien. Dus eigenlijk zijn snelle Pokémon die sneller zijn dan Crawdaunt, Alamant is Dugtrio, Latias. Ik ben zijn naam weer vergeten. Zoroark. Volcanon en Surgtree. De rest gaat allemaal niet snel gerund worden of ze gaan allemaal sowieso dood. Door, die zijn posen niet zo groot gevaar voor mijn Crawdaunt. Dus ja, dan heb ik ook nog een belangrijke paar Kalox, dus versus Blissey. Gewoon een knock-off, hoeveel dat het doet. Het kilt. Blissey is geen switch in, gewoon op neutrale Crawdaunt. Als ik op plus 2 raak, is Skarmory ook geen stabiele switch in meer. Met mijn als ik live open, ook Toxapex niet meer. En Quagsire met zijn Unaware is ook geen switch in, dankzij de Waterfall. Toch neutraal is en toch een knock-off en Waterfall. Wat toch hele sterke moves zijn tegen Quagsire. Dan wou ik, omdat we weten dat het team nu rond Crawdaunt gaat draaien, dan wou ik een support team maken om ervoor te zorgen dat Crawdaunt kan sweepen. Dus ik heb Alolumola voor Wish Support, Healing Wish, om hem indien dat hij wat gedamaged is, terug bij te healen, Regenerator Scald. Gewoon eigenlijk om annoyer te zijn voor Pokémon die in gevaar kunnen zijn voor... Dus zoals voor Volcanion, Almola dient daarvoor eigenlijk om Volcanion iets wat te counteren. Dan hebben we Lantern, een Slow Volt Switcher, ook Bulky, Special Defensive voor Circuitry meer. Thunder Wave voor, en kan ook een Dracometer van Latias oppakken en een Psyshock. Dus kan ik zeker een beetje damage doen, kan ik deze Thunder Wave, waardoor dat Crawdaunt deze kan outspeeden of full speed, wat heel goed is voor hem. Tenzij dat deze natuurlijk scored is. En dan Mew, eigenlijk de belangrijkste set van het hele team, want dit is de belangrijkste support. Bottom Pass, Bulk Up, Sub Toxic. Waarom is deze belangrijk? Geen enkele attack, ja ik weet het. Maar het is eigenlijk de bedoeling met Mew een substitute op te krijgen, een Bulk Up te kunnen zetten en te bottom passen naar Crawdaunt om toch zoveel mogelijk damage te geven. Nu, het gevaar is wel... Whirlwind op Skarmory is een ding. En ik weet dat Skarmory gaat een groot probleem zijn voor het team. Allee, toch. Voor Mew. We proberen daarop Switch initiatief te krijgen. Dat deze niet hierdoor kan komen. Dus met Lantern. Allee, dus Lantern, Volt Switch. Deze heeft ook Heelbell Lantern. Voor indien toch op een of andere reden mijn Crawdaunt geburnt wordt. Of mijn twee andere Pokémon die ik nu over ga spreken. Mijn andere twee Pokémon, mijn backup sweepers, zijn eigenlijk Landorus en Tangrowth. Landorus, Earthquake, Sword Sense, Gravity, Steltrop. Het enige dat hij daar niet door kan... dus Adam, volledig Jolly. Het enige wat hij daar niet zou kunnen raken is eigenlijk... bestaat niet. Dus Landorus raakt alles, kan alles KO, gewoon met Earthquake. Indien dat hij op plus 2 staat, zeker. Dan hebben we Tangrowth. Oh, wow, Regenerator. Super geschreven, Simon. Tangrowth Regenerator Ability, een hele bulky grass-type. Assault Vest erop gezet voor Knockoff, HP Fire voor de Skarmory en voor de Shedinja. Giga Drain en Earthquake voor switch-ins van bijvoorbeeld Volcanion of zo. Dus als ik hier ook met Mew een bulk-up kan naar doen en een substitute, dan zitten deze twee ook gebakken en gaat Stijn zijn team hier toch onder lijden. Dus dat is het team. Dus Crawdaunt, Landorus, Tangrowth, Alolumola, Mew en de Lantern. Ik ben enorm aan het twijfelen over dit team. Ik ga zo meteen battle tegen hem. Dus Strange, dus eigenlijk overal een goede matchup tegen zijn team. Veel support en veel offense. Dus 3 support mons en 3 offense mons. Ik heb geen hazard control, ik heb geen defog, ik heb geen rapid spin en ik ben heel zwak tegen Circuitry en Volcanion indien dat deze goed gespeeld worden. Dus ik ga beter moeten spelen, indien dat deze goed worden gespeeld, moet ik beter spelen. Ik denk dat dit het optimale team is dat ik heb kunnen maken. Indien niet, dan mogen jullie mij dit zeker zeggen in de comments. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Indien dat jullie willen dat ik nog eens zo'n video doe, laat eens alsjeblieft weten. Ik steek hier nog wel veel moeite in. Maar
ik wil het gewoon, ik wil deze doen. Gewoon omdat ik kan laten zien van, ik denk na over mijn sets. En de volgende video gaat waarschijnlijk de battle zijn. Oké, dus tot dan. Alsjeblieft, like deze video, deel als je wilt zelfs. Ik wil gewoon Poképlay kanaal een beetje hoger op krijgen. Fijne dag nog. En ja, indien je gaat slapen, slaap wel. Indien je dit op Halloween kijkt, fijne Halloween. Indien je dit kijkt op 1 april, 1 april. En zo verder. Gelukkig nieuwjaar, gelukkig Chinees nieuwjaar. Bladibladibla. Happy American Day. Happy 4th of July. En bladibladibla. Dus daarmee sluiten we af. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. Bye bye.